Voorzitter, in de plannen van dit kabinet staat een korting van de WW van 6 maanden. Mensen die werken en ziek worden, bijvoorbeeld werkloos worden, die worden 6 maanden korter krijgen ze WW. In plaats van 24 maanden gaat dat naar 18 maanden. En dan zitten er hier mensen die beslissingen nemen, die krijgen 38 maanden... 38 maanden aan wachtgeld. Vindt de heer Wilders daarvan? Dat is veel. Afrondend. Bent u het ook met de SP van mening dat dit verschil zo ontzettend groot is dat we het gelijk zouden moeten trekken? Dus dat we of zeggen, we verlengen de WW. We verkorten niet de WW naar 18 maanden, maar die verlengen we net zoals de mensen die de beslissingen nemen hier ook naar 38 maanden. Of we houden de WW in stand zoals die nu is, 24 maanden, en we korten iedereen hier op zijn wachtgeld tot 24 maanden. Net zoals alle werkende mensen in het land. Nou, dat hebben we dus niet besloten in deze coalitie, maar volgens mij hebben we wel zoiets in het verkiezingsprogramma staan. Dat het gelijk getrokken moet worden, dat je mensen in de politiek niet anders zou moeten behandelen dan mensen in de marktsector. Dus dat de normale WW-rechten ook zou moeten gelden, maar dat staat niet in het kabinet. Nogmaals, wat ik u al eerder zei, we hebben niet alles uit ons verkiezingsprogramma in het regeerakkoord of in het hoofdlijnakkoord gekregen. Zo werkt dat als je met 4 mensen of 4 partijen werkt.